boswachter in de klas. Hey, welkom en leuk dat je weer kijkt naar het allerleukste natuurprogramma bij jou op school, namelijk boswachter in de klas. En wij hebben vandaag Evert-Jan met een kluitje het riet ingestuurd, maar we hebben natuurlijk ook de mop van de week en we hebben de woordpuzzel. Dus blijf zitten, eet lekker je fruitje. Het wordt weer een uitzending boordevol leuke dingen. Wij gaan nu in ieder geval even overschakelen naar Evert-Jan. Evert-Jan, waar zit je? Zit je al in het riet? Boswachter op locatie. Evert-Jan, kom er maar in. Evert-Jan? Nou, ik zit inderdaad ergens in het riet. Geen idee hoe ik hier ben gekomen. Maar ik zie helemaal niemand. Misschien moet je het anders nog even overnemen, Evert-Jan. Maar hoe, wat ben je aan het doen? Ik zie daar wat. Ja, daar zijn jullie. Hé. Jeetje, wat een gedoe. Ik zit hier inderdaad in het... Ik zit in het rietveld. Nou, en dan lig je dan in het riet. We gaan er even uit. Dan ga ik even uitleggen over het riet. Zo. Even genoeg riet. Jeetje. Maar wel een ontzettend mooie plant hoor, het riet. En wist je dat dat vroeger heel veel gebruikt is voor daken op boerderijen? Vroeger was het riet hartstikke goedkoop. Dan werd het gemaaid, eind van de winter. En dan gingen ze dat op de daken leggen. Hartstikke waterdicht en isolerend. En isolerend betekent dat er lucht binnenin zit. Dus je houdt het huis ook nog eens een keer lekker warm. Kijk, hier kan je goed zien dat die hol is van binnen. En dat is nodig omdat het riet voor een deel onder water groeit. En daar heeft hij natuurlijk ook zuurstof nodig. Dus er zijn die stengels zijn hol, zodat hij in ieder geval toch zuurstof krijgt bij het voorste stuk waar hij groeit. Het is vooral een plant die aan de waterkant staat. Dus hij staat niet in het water, hij staat er niet naast, maar precies op de rand. En dat heet een oeverplant. En in Nederland staan er heel veel oeverplanten, maar vandaag gaan we het dus even hebben over het riet. Een van die vogels die je heel vaak kan aantreffen bij rietkragen, dat is de reiger. Kijk maar, daar zit hij. Hij is nog wel heel goed zichtbaar, maar als hij heel lang stilstaat, dan hebben de vissen en de kikkers niet meer door dat hij daar aan het jagen is. Dan zie je die lange poten die hij heeft. Daar heeft hij nou mee in de modder gelopen. Zou hij die lange poten niet hebben, dan kan hij nooit aan de waterkant in het water staan. Nou ja, en het riet biedt natuurlijk ook heel veel schuilgelegenheid aan bijvoorbeeld deze eenden die je nu weg ziet vliegen. Ik ben nu op zoek naar dolfijnen. En dat zou ik echt dolfijn vinden als ik er eentje tegenkom. Maar ja, ik zie hem niet. Maar goed, Evert-Jan zegt dus dat we ook gewoon het dorp in kunnen. Dat daar tegenwoordig ook allemaal riet groeit. Nou, dat gaan we dan maar eens even doen. Dan ga ik via de glijbaan naar beneden. Wow. Mijn hoed waait er vanaf. Wat een gedoe allemaal. Ik zeg, gaan jullie mee naar het dorp? Ja, dat ziet er gek uit, hè? Maar eigenlijk doet het riet precies hetzelfde. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Het wuivende riet. En dat betekent dat de wind er overheen gaat en dat het riet heel langzaam heen en weer beweegt. En dat noem je wuiven. Dus als je langs riet fietst, wuif even terug. Dat is wel zo aardig. Ah, dit is gaaf, dit is een torenvalk. Die is aan het jagen op muizen. Die kan vanaf die hoogte en hoger, kan hij gewoon zien of er een muis zit. En dan laat hij zich vallen bovenop de muis. Want ja, die muis die kan niet omhoog kijken. En dit wat je nu ziet, dat noem je bidden. Maar dit is knap, dat je gewoon zo stil in de lucht kan blijven hangen. Nee, muisje is vertrokken. Nou, Evert-Jan wou dat we riet op gingen zoeken bij het dorp. Maar ik weet eigenlijk niet wat hij... Ik ga hem even bellen. En even horen wat hij nou precies wil.
dat zij altijd zien, hè, met die binnenboswachters. Neemt die gewoon niet op. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan... Kijk, kijk. Stop. Kijk. Hier. Haha. Doe maar even gevonden voorwerpen. Gevonden voorwerpen. Kijk. Dit is leuk. Nou, oké, voor de mol is het niet leuk. Maar dit zijn de restanten van de mol. En nou weet ik dat er op kantoor ook een mol staat, een opgezette mol. Als we dit nou meenemen, kunnen we dat mooi vergelijken. En dan is dat vandaag het gevonden voorwerp. Nou, zie je, dacht ik al, hij is er niet. Ah, jongen. Weet je wat, ik leg hem gewoon... Kijk, jullie, ik leg hem gewoon hier neer. En dan vindt hij hem wel straks. Oh. Gadver. Wat is dat nou weer? Hé? Wat is dit, joh? Wie heeft dit hier neergelegd? Oh, wacht eens even. Ik zie het. Dit heeft Evert-Jan hier natuurlijk neergelegd. En dit is het gevonden voorwerp. Dit is een mol. Hij stinkt, joh. Oh, wauw, kijk. Je ziet alle botjes hier nog. Ja, nee, oké, dan stinkt het wel een beetje, maar ik snap wel dat hij hem hier neer heeft gelegd. Dat zou je eigenlijk van dichtbij moeten zien, hoor. Prachtig. Al die kleine tandjes. Het hier ook eens staan. Kijk deze. Mol is een heel nuttig dier. Heel veel mensen zullen dat niet met me eens zijn. Want ze maken mijn gazonstuk en dat is inderdaad ook wel, ja, oké, snap ik. Is niet leuk, heb je een mooi strak gazonnetje, komt die mol er doorheen, mooie zwarte rit. Maar dat zijn zijn jaaggangen, daar jaagt hij in. Want hij pakt met die scherpe tandjes, pakt hij dus regenwormen en andere kevertjes. Die bijt hij een soort van lam en die legt hij dan in een voorraadkamer in een van die gangen. En dat is de reden dat je dus zoveel van die mollen ritten, noem je dat, ziet. Daarnaast zie je heel veel van die bulten. Die grote heuvels kan hij maken. Dat doen ze voor de winter. Normaal gesproken komt er een vorst. En dan gaat hij wat dieper graven. En dat doet hij dus. Als je dat van dichtbij kijkt. Kijk, die pootjes, die heeft hij een beetje naar buiten staan. Daar kan hij ontzettend goed mee graven. En snel. Heel snel. En dan vraagt men wel eens aan mij. Wat is dan het nut van zo'n mol? Heel simpel. Hij maakt zwarte aarde. Hij woelt dat open. En daarin zitten weer zaadjes van allerlei planten die gaan bloeien. En dat is weer nectar. En dat is weer voor de insecten. En dat is weer voor de... Snap je hem? Ja, hè? Dus een mol is een heel, heel belangrijke schakel in de natuur. Ja, prachtig beest. Maar wij gaan gewoon lekker door met Riet, want er is nog veel, veel meer over te vertellen. Nou, je gaat natuurlijk een leuk verstoppertje spelen in Riet. Zou ik wel voorzichtig mee zijn, want je zit aan de rand van het water. Wat ik jullie al verteld had, is dat hij altijd aan de rand staat. Hij staat dus niet echt op het land en ook niet echt in het water, maar echt als oeverplant. En dat heeft een speciale reden, want langs rivieren en kanalen, als hij daar staat, dan beschermt hij dus, als het ware, de oever. Maar tegelijkertijd wil hij ook, in een natuurlijke omstandigheid, wil hij eigenlijk dat het water steeds kleiner en kleiner en kleiner wordt. En we noemen dat ook wel verlanding. Nou, dat gaan ze tegen, want je ziet overal dat het riet gemaaid wordt. En dat maaien, dat kun je pas doen einde van de winter, als het water laag staat en het liefst als het bevroren is. En dan moet je ook nog opletten dat je het niet te ver afmaait, want als je het riet afmaait en het komt onder water te staan, dan lopen al die buisjes lopen weer vol en dan kan riet, hoe gek het ook klinkt, kan verdrinken. Gelukkig maaien ze het niet overal meteen weg, want dat is zonde. Want dit is natuurlijk een prachtig jachtgebied voor bijvoorbeeld de roerdomp. Heb je wel eens een roerdomp gezien?
dat zijn mooie vogels. En die is afhankelijk van riet. Daarnaast komt er straks nog een vogeltje terug. Ik noem een rietzanger. Die zijn afhankelijk van dit oude riet. Daar gaan ze namelijk hun nestje in bouwen. Dan komen ze weer helemaal teruggevlogen en dan gaan ze in dit riet zingen. Rietzanger, leuk hè? Dus de gemeentes laten ook heel veel riet staan, gelukkig. En dat is weer goed voor de natuur. Hebben wij mooie natuur dicht bij huis. Ik ga nog eens even kijken of ik nog wat leuks kan vinden. Nou, naast rieten daken kan je er natuurlijk nog veel meer van maken. Noem maar eens een rieten schutting, vast wel eens gezien. Je kan een rieten stoel kan je maken. Je kan een rieten, je kan van riet heel veel maken. Kijk maar eens. Mop van de week. Ja, mop van de week. Wat krijg je als een mol en een olifant samen kinderen krijgen? Ha! Hele, hele grote gaten in de tuin. Nou, dat was wel weer een hele flauwe mop. Ik denk dat jij wel een betere mop hebt. Als dat zo is, stuur hem op naar mop@boswachter.nl en wie weet ziet hij de volgende keer in de uitzending. Zet hem op. Ook deze uitzending zit er alweer bijna op. We hebben straks alleen nog de woordpuzzel, dus goed op blijven letten. Wat weten we nu echt heel veel over riet en wat je er allemaal mee kunt maken. En we hebben de torenvalk gezien. We zagen hoe Evert-Jan die mol heeft gevonden. En we weten daar nu ook veel meer van, hoe die gangen graaft. En oh ja, we zagen ook nog die reiger. Geweldig. Hey, ik wens je heel veel succes met de woordpuzzel, want die is echt wel moeilijk. En ik zeg tot ziens, tot buiten.